Ashley Steenbakker is een derde generatie Indische jongere in Nederland. In Almere runt hij samen met zijn vriendin Ramona de toko Ibu Spekkoek To Go. Om de Indische cultuur en met name de traditionele Indische lekkernij meer bekendheid te geven. Wij zijn momenteel de spekkoek aan de hand van mijn oma Ibu's recept aan het bakken. Wij leveren het ook met 5 hartjes. En dat is een beetje gelijkenis met de Malati bloem. Dat groeit in Indonesië en dat staat zowel voor het leven en de schoonheid, maar ook voor dood. Dus dat is ook een symboliek voor tijdens de Indische herdenking, dat we het niet vergeten wat toen tijd is gebeurd. Op de bijeenkomst herdenkt Ashley ook zijn oma. Die vluchtte na de oorlogsjaren met haar Nederlandse man naar Nederland. Oma Betsy, zoals ze heet, begon met spekkoek bakken voor de familie, maar ook om een zakcentje te verdienen. Over de bange dagen in Indië heeft ze in het begin niet veel verteld. En naarmate zij ouder werd, vaak ook in herhalende vorm, komt het ook door de leeftijd, hoorde je wel regelmatig de verhalen over vroeger. En zo ben ik me ook wat meer gaan interesseren in wat heeft zij vroeger allemaal meegemaakt en doorgemaakt als klein meisje. Ashley zelf is nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis. Hij besloot deze week om mee te doen met de Indië-herdenking. Wij hebben ook vanuit de verhaal van mijn oma hadden zoiets van ja, we willen graag een steentje bijdragen aan de Indische herdenking. Ook omdat het niet vergeten mag worden. We spreken ook voornamelijk jongeren aan met onze creatieve manier van bakken en verkopen van de spekkoeken. En wij denken dus ook om ons steentje bij te dragen dat de Indië-herdenking ook bij de jongere generatie wat meer gaat leven. Bij vorige herdenkingen zag je vooral oudere mensen. Ashley zelf gaat dit jaar voor de eerste keer naar de Indië-herdenking. Hij hoopt dat er zondag meer Indische jongeren naar het Bos der Onverzettelijke zullen komen. Ik zou zeggen, het is toch een stukje historie en ook een stukje culturele iets van je voorouders. En wat wellicht nooit echt verteld is, of misschien in beperkte mate verteld is, maar niet het volledige verhaal. En juist met zo'n Indië-herdenking sta je toch bij stil en krijg je toch meer mee van hoe het met je voorouders vroeger, wat ze mee hebben gemaakt. En lekker spekkoek eten. En lekker spekkoek eten, vooral dat inderdaad, daarna. Ja, zeker.